kijken naar marketing automation, speelt e-mail daar dus een hele belangrijke rol in. Vandaar dat voor ons Webpower ooit begon als e-mail marketing partij. De stap naar e-mail marketing automation een vanzelfsprekende is in feite. Hier zien we bijvoorbeeld een enquête onder de UK B2B marketeers dat die aangeven dat e-mail voor hun gewoon het belangrijkste lead generatiekanaal is. En ja, dat zegt toch nog steeds wat over dat kanaal. Nou, waarom marketing automation? Vooral het proces van leads tot prospects en tot sales accepted leads maken, zeg maar. Dat proces begeleiden. En CRM, ja, eigenlijk vooral dus die relatie met de klant versterken en bijhouden. Wat doet marketing automation? Nou, creëren en dit is wel een hele compacte, maar geeft het wel aan hoe eenvoudig het eigenlijk is. Het creëren en afleveren van e-mailcampagnes en andere marketinggerelateerde zaken. Maar gecombineerd met het tracken van wat er dan uiteindelijk ook gebeurt op de website. En wat dus na de klik in de e-mail zich allemaal plaats speelt. En het opslaan van al dat soort gegevens en goed gebruiken. En CRM, nou, dat staat eronder, dat weten jullie allemaal, jullie doen aan CRM. Dus dat moet helder zijn. Iets anders is dat een studie heeft aangetoond dat bedrijven die marketing automation goed inzetten, dat die vaak ook als de snellere groeiers worden gezien. Dat heeft blijkbaar met elkaar te maken. Nurturing aspect. Hoe zeggen we? Dat is eigenlijk gewoon het ontwikkelen van de lead. Wat je daar doet is een... Je hebt hem, het is een prospect en je wilt er meer van te weten komen. Dus je gaat hem pamperen, veel meer informatie geven, kijken welke informatie er geabsorbeerd wordt, et cetera, noem maar op. Om te zorgen dat je er uiteindelijk meer van te weten komt ook van die prospect. Om hem dus beter te kunnen kwalificeren. Dat zal met name sales zal daar een antwoord op moeten kunnen geven. Welke informatie zij nodig hebben, dat verschilt per bedrijf natuurlijk. Bij ons zie ik dat het inderdaad gaat op basis van nou, welke segmenten vinden wij interessant. Hoe groot moeten die bedrijven, wat is het omvang van die bedrijven, wat voor behoeften hebben ze. Het zijn een aantal zaken die je gewoon in kaart moet brengen. En sales moet dat eigenlijk kunnen vertellen. Dus sales moet kunnen vertellen wat is voor mij een sales accepted lead. Wat heb ik nodig aan informatie om hem te kunnen opvolgen en daar succes van te maken. En is niet altijd, dat is gewoon iets wat niet altijd even makkelijk is, maar je zult het soms eruit moeten trekken. En ja, het zit in de salesafdeling in ieder geval, het antwoord op die vraag. Je zult jezelf een aantal vragen moeten gaan afstellen met elkaar. Van wie is nou onze ideale klant? Welke klanten willen wij binnenhalen en welke vooral niet? Richten we ons op small en medium business of richten we ons op de corporate? Wat voor type bedrijven willen we graag als klant? Waar vinden we deze klanten? Wat lezen ze? Hoe informeren ze zich over bijvoorbeeld marketing automation, wat je ze wil aanbieden? Waar zoeken ze hun informatie? Hoe kopen ze? Wat is het koopproces? Als je fast moving consumer goods hebt, dan hoef je niet te beginnen aan marketing automation. Dat is een heel snel koopproces, vaak ook impuls aankopen, et cetera, noem maar op. Heeft helemaal geen zin. Maar als je koopprocessen hebt die wat complexer zijn, wat langere tijd hebben, doorlooptijd hebben, dan is marketing automation een prima middel om dat soort processen dan op los te laten. Geschikte content hebben, het kwam al voorbij, en van hoe informeren je klanten zich, wat voor informatie hebben ze nodig. Daar zul je dus content voor moeten produceren. Het is goed om te kijken wat hebben we al beschikbaar. Want vaak is er al heel veel content beschikbaar. Soms niet in de juiste vorm nog, maar het is wel beschikbaar. En je zult het dus anders moeten gaan verpakken misschien wel. Stel dat je heel veel blogartikelen hebt op een blog, op een corporate blog of wat dan ook. Kan dat ook gebruikt worden om in een e-mail die informatie te gaan delen. Alleen zul je gewoon dat een stuk compacter moeten gaan maken en dus die tekst te redigeren. Het kan ook leiden dat whitepapers worden. Dan moet je ze anders verpakken, want dan wil je ze downloadable kunnen maken als een PDF-document. De truc is op het moment dat mensen dat PDF-document willen downloaden, dat ze uiteraard moeten vertellen wie ze zijn en bij welk bedrijf ze werken, et cetera, noem maar op. En op dat moment is hij in beeld en kun je dus automatisch gaan nurturen en dat soort processen zeg maar, gaan laten lopen. Maar het start met het dus beschikbaar hebben van goede content.
en goed vindbaar maken van die content. Weet wie je ideale klant is. Denk in personas. Komt vaak voorbij, hè? Je buyer persona. Wie zijn dat? Komt straks een voorbeeld van voorbij. Wie zijn onze buyers? Wat is hun rol? Wat is hun doel? Wat hebben ze nodig in hun proces? Nou, daar kun je op aansluiten met dus die relevante content. En vervolgens moet je er ook voor zorgen dat ze die content makkelijk kunnen vinden. En als ze die content eenmaal gevonden hebben en die content willen gebruiken, absorberen, wat dan ook, noem maar op. Gebruik dat moment dus om data te verzamelen. Dat is eigenlijk het spel wat gespeeld wordt. Start in ieder geval met het e-mailadres, dan kun je al opvolging gaan geven. Ik denk dat jullie regelmatig meemaken dat je ergens bij een partij komt, daar wil je wat meer informatie van hebben. Een hele mooie whitepaper met hele interessante informatie. Dan wel specificaties over een product en op het moment dat je dat document wilt downloaden, dan wordt gevraagd van hey, mogen we jouw e-mailadres hebben? Want dan kunnen we je de link sturen om uiteindelijk vanuit die e-mail dan dat document te downloaden. En ondertussen gaan we je vanzelf meer interessante informatie sturen. Dat is eigenlijk heel simpel hoe dat proces kan gaan lopen en tot stand kan worden gebracht. Komt uiteindelijk veel meer bekijken, maar daar start het mee. Ontwikkel een flow uiteindelijk dan voor de automatische opvolging en dus het nurturen en verder ontwikkelen van die leads. Waar je soms misschien alleen een e-mailadres van hebt. En uiteindelijk weet in welke informatie die geïnteresseerd is. En daar kun je steeds dieper op ingaan. En zelfs dus weten van oké, binnen hoeveel tijd denken jullie de aankoop te gaan doen binnen jullie bedrijf. En nou, dat zijn allemaal signalen, heel belangrijk. Die kunnen dan doorgegeven worden aan sales van hey, we hebben hier een lead. Is daarin geïnteresseerd, heeft die en die en die, die document al gedownload. Dus we weten exact in welke producten die is geïnteresseerd. En hij geeft ook nog eens aan dat ze binnen 3 maanden een beslissing willen gaan nemen daar. Nou, alsjeblieft. En het kan heel makkelijk. Hè? Je kunt klein beginnen, wat ik al zei, een pilot. Dus het hoeft niet meteen, jongens, we hebben 3 ton budget nodig en we moeten fors uitpakken, want we moeten... Het kan ook heel klein. Je kunt ook iets isoleren en zeggen van oké, laten we dat stuk oppakken, daarmee bezig gaan. Kijken wat we er dan van leren. Kijken of het inderdaad bijdraagt aan efficiëntie, effectiviteit en betere samenwerking.